mensen, welkom bij een nieuwe video. Waar was je? Ik ben nog helemaal niet weg geweest. Ik neem nu deze video op, 1 dag voor ik naar Amsterdam ga. Eigenlijk is dit de grootste mindfuck ooit, want eigenlijk... Ik heb gisteren nog een video geüpload. Als deze video online komt, heb ik al een week niet meer geüpload. Wow, that's crazy! En ik hoor jullie al denken, what the fuck, Acid, je neemt de video op, je bent zo lui om hem niet te bewerken. Dat is jouw probleem. Heb je al genoeg geld? Ja. Maar, dit wordt een hele speciale video. Dat is zo speciaal, dat jullie hier een weekje hebben op moeten wachten, want... Kijk, ik vertrek morgen naar Amsterdam. Het is nu 7 uur 's ochtends. Ik heb geen flauw idee waarom ik wakker ben. Ik moet mijn koffer maken vandaag en ik moet vertrekken naar Antwerpen. Want out of fucking nowhere ga ik met vrienden van mij die gekke muziek maken, ga ik optreden. Ik mag mee met hun op podium. Coole is dat ik dit skipak ga aandoen om op te treden. Hoe hard is dit skipak? What the fuck? Kijk, ik ga kort zeggen aan jullie wat ik in deze video ga doen. Ik heb inderdaad geen broeken. Ik ga voorspellen wat ik deze week ga doen en wat ik ga filmen. Dus ik ga nu tegen jullie zeggen wat ik denk dat ik heb gedaan. En ik ga zo zeggen bijvoorbeeld, ik ging naar Antwerpen. Dan hoop ik dat ik ga vloggen en dat ik daar dingen van kan tonen. Dus laten we beginnen. Smash zeker een duimpje omhoog. Als hopelijk kunnen we 10.000 likes halen, zou wel leuk zijn. Laten we beginnen. We beginnen deze voorspellingsvlog. Noem het zo, ik noem het de voorspellingsvlog. We beginnen deze voorspellingsvlog op vrijdag. Dat is vandaag. Kijk, ik denk niet dat ik 1 fok ga filmen, want dit is een feestje. En normaal film ik daar niks. Maar ik heb gehoord van mensen dat er daar wel gefilmd wordt. Dus ik hoop dat ik, als deze video bewerkt wordt, dat ik daar al beelden van heb. Zo niet, dat sukt het hart. Odiyami op het motherfucking kerkplein. Ben nog even op mijn broek uit alle kleren merk zijn. Satan is mijn papi, laat me drinken van de kelkwijn. Bitch, ik kom met water op mijn stinken, is nog veel te klein. Ik geef geen fuck meer om mijn ex. Stel, ik heb die beelden nog niet gezien. Er is zo fucked up. Ik denk dat het wel hard was. Ik denk dat ik een goede tijd heb gehad in mijn skipak. Veel te warm had. Maar oké, ik denk dat het wel leuk was. Shoutout naar Odiyami. Oké, dan spoelen we even door naar zaterdag. Dat is de dag erna. Waarschijnlijk heb ik superveel hoofdpijn. Want ik heb een feestje gehad. Maar ik moet redelijk vroeg vertrekken naar Nederland. Want ik heb afgesproken met Martijn. Om 12 uur in Centraal Station in Amsterdam. Avond ervoor was ik in Antwerpen. Dus ik moest rond 9 uur vertrekken of zo. Kijk, ik zeg het nu wel. Ik denk dat dat niet gaat lukken. Sorry Martijn. Sorry. Ik denk dat ik te laat ga komen. Ik heb bericht gaan sturen via WhatsApp. Waarin ik zeg dat ik later moet komen. Omdat ik niet vroeg kan opstaan. Waarschijnlijk zoiets. Ik weet niet of ik daar iets van gevlogd heb. Waarschijnlijk niet. Want. Dat is saai. Maar het gekste waar ik waarschijnlijk wel ga vloggen, is mijn hotelkamer. Ik heb een gekke hotelkamer gekregen van... Thanks, man! En waarschijnlijk heb ik allemaal fucked up shit gedaan in die kamer. Waarschijnlijk heb ik allemaal fucked up shit gedaan in dat hotel. Waarschijnlijk heb ik allemaal dingen kapot gemaakt. Ja, ik weet het niet. Dit was waarschijnlijk heel leuk. Ik heb een goede tijd gehad in mijn hotel. Het moet nog komen, maar ik denk dat het wel hard was. So, yeah, that's that. Yo lads, welcome to my crib. Vandaag toon ik jullie dit geweldige huis die ik heb gekocht van al mijn goed besteden YouTube monies. We got some drinks. We give a fuck about the drinks. Dit is een hotelkamer. Beautiful view. Hey, cracking up a cold one with the boys. We have a beautiful crib around here. Je gaat zo dik aan. Ah, zo dik aan. Je kan een beetje. Oké, nou zo dik gaan al. Okay. Maar kom ons mensje, wacht dan. Sometimes, je moet je skateboard in een hotel kopen. Wow. Yo. Je moet het gaan. Oh, je zit er niet meer in. Oh, jawel, toch wel. Ah. Pak die vlog shit. Ga niet vloggen. Ik ga een beetje random dingen filmen die gebeuren in mijn dag. Dit is de broer van George. Ja, de broer van George. Allemaal helpen. Fuck it up, man. Free drinks in the hotel. Free drinks. We drink in those free drinks. Ik was in een hotel omdat ik de dag erna naar de voorrondes moest van Get Home. Dus dan moest ik mensen gaan kiezen die met mij een week mee mochten naar de Ardennen. Die met mij mocht chillen in een fucking huis. Dat is dik. Dat is dik. Dat is heel dik.
Het is heel dik. Ik denk dat ik daar wel veel ga filmen, want daar is de bedoeling dat ik veel film. En daar kan ik ook gewoon een YouTuber zijn, want daar is de bedoeling dat ik YouTube. Ik denk dat ik daar het meeste van allemaal ga gefilmd hebben. En ik denk wel dat het grappig is, dus kijk. Oké, dus het probleem is, deze camera is kapot. Ik weet niet waar het gebeurd is, maar deze lens stelt gewoon niet meer scherp. Hey, hij is gewoon gestopt. Gewoon even, yo, I'm out. I'm not working anymore. Maar ik heb een andere lens niet mee, dus ik heb het volledig zitten. En ik heb een camera mee die niet werkt. Dat is hetzelfde als portemonnee bij hebben waar geen geld in zit. Daar heb ik ook bij. I only got this, man. I only got this. Oké, do you need it? No, you can't. Oké, maar dus waar ben ik? Wat ga ik doen? Wat doe ik hier? Wat doe je hier? Ik ben in een verlaten gevangenis. Toch in een gevangenis die niet verlaten is, maar het is gewoon een gevangenis. Het lijkt hier echt op Mob of the Dead. Als je ooit zombies hebt gespeeld, Black Ops 2, dit is Mob of the Dead. Dit is Alcatraz. Kijk, als ik dit kan tonen aan jullie, waarschijnlijk niet, want die camera werkt niet. Hier is er gewoon een basketbalveld en shit. Er is echt gewoon ook een cel. Gewoon ook toilet en zo, echt fucking nice. Iedereen klaagt altijd over gevangenissen en zo. Ik denk, ja, I think it's nice. Voor de rest hier buiten zijn er mensen allemaal gekke dingen aan het doen, aan het gamen en zo. En allemaal gekke shit aan het doen. Maar vandaag zijn die fucking voorrondes. Van wie met mij en nog allemaal andere YouTubers komt chillen in een fucking YouTube-huis. Dus al die kinderen die daar zitten hebben fucking veel stress. Allemaal in een broekje aan het plassen omdat ze willen. Hey, wij willen mee naar het YouTube-huis. En als ze nu niet goed Call of Duty spelen of niet chill doen tegen mij of iets fuck doen tegen mij, dan mag ik zeggen: jij gaat niet mee naar het huis. Dan verpest ik een droom voor altijd. Dus we gaan. Even checken. Yo, Martijn, wat ben je aan het doen? Gast, kom op, man. Wat heb je op, jongen? Je wil gewoon weer eten, dat is lof, joh. Dit is reality TV. Martijn is een natuurlijke habitat. Where are you going? Where are you going? Where are you? I got you! Al die mensen hier lekker aan het gamen, joh. You're doing great. Kijk, check even die televisies, man. Beter nemen voor een PlayStation mee. Ik mag dit niet zeggen normaal, maar ik steel gewoon die shit. Ik neem gewoon een PlayStation mee. Ik neem gewoon televisie mee. Straks naar huis. Ik fix alles. Ik neem gewoon wat schoenen die doen. En wat doe jij? Zo zou het zijn als je met ons in een huis zit. Elke dag gewoon constant bij daar klaar voor. Oh, nee, eigenlijk niet. Oeh. Lekker is dat. Dat is het juiste antwoord. Heb ik goed gevraagd. Zo zou het dus zijn, dames en heren. Ben jij er nu klaar voor? Om met mij in een huis te zitten. Dan ben je te laat, hoor. Je moest hier vastgrijpen. Ja, als je ook gewoon moest je doen. Hier achter ons zijn ook gewoon mensen aan het gamen en shit. Martijn ligt hier gewoon te slapen. Hij is dood, denk ik. We zijn fucking vroeg moeten opstaan vandaag. Leven in de gevangenis is helemaal niet zo erg. Het is zo gek. Ja, hoe jouw lip is gewoon zo rot naar people. Wat ben je nu weer aan het doen? Free food! Ja. You taking food again. Ik ben ook gewoon een mens. Stop demon. You eating that croc monsieur, aren't you? Wat op, jongen. Kijk, ik heb ook gratis eten. Gratis eten is altijd nice. Tell us about free food. Ik ben ook gewoon een mens, jongen. Laat mij nou ook gewoon eten. Hey, dus ik heb net met deze twee boys gespeeld. Ik heb die guy gesloopt en dit team. Nu speel ik met deze guys tegen die guys en dit team. En nu ga ik hem weer slopen. Fuck die vlog shit. Het is heel leuk. En nu ga ik tonen dat ik de beste Call of Duty YouTuber in België en Nederland ben. Door deze guys af gewoon te tonen hoe je speelt. Kijk, in een vorige leven speelde ik LCS in e-sports op Call of Duty. En nu ga ik gewoon weer iedereen slopen. Dus met deze twee boys, yo, zijn jullie klaar om het enemy team te slopen? Tuurlijk. Sowieso. Oh, man. Let's pack them. Je ligt daar echt al een uur KO of zo. Martijn. Martijn. Ik weet echt niet waar ik ben, echt niet. Ik weet ook niet wat ik aan het doen ben. Ik zit hier gewoon. Kijk, de ding valt uit elkaar. Als ik hier nog een paar keer op probeer te klimmen, zakt dit ding in. Ik ben niet verzekerd, heb ik net gehoord. Als ik hier vafval, moet naar een ziekenhuis gebracht worden, heb ik geen benen meer. Ja, het leven van een YouTuber is toch iets meer dan ik ervan had verwacht. Maar kijk, ik leef nog. Hey, ik ben hier nu samen met de jongen die gewoon gewonnen is. Sorry dat ik niet heb aangekondigd dat ik kwam. Ik begin gewoon te filmen. Zo gaat het ook zijn als je een week met mij in huis zit. Je bent gewonnen. Ik heb 3 jongens hun leven verpest om jou te laten winnen. Ja. Je bent de enige van ik weet niet, van 30 mensen die de hele dag hebben vrijgehouden om naar hier te komen. Ben jij gewonnen? Ja. Iedereen is nu naar huis. Iedereen voelt zich heel kut. Ja, klopt. Hoe voel jij je daarbij? Schuldig? Nee. Nou, dat is goed. Wow, yo, ik zou niet... Ik heb een lamp gevonden, kijk eens een lamp! Ik zou niet kunnen leven met mezelf als je... Er komen 30 mensen, luister even naar deze quote. Okay, er komen 30 mensen. Ja, 30. Er wint 1 iemand. Ja. En hij weet dat die andere 29 mensen nu zich echt heel kut voelen. Ja. Hoe ga jij daarmee om? Ja, ik geniet van elke seconde. Ik niet. Wat is er mis met jullie? De camera staat niet eens scherp. Gefeliciteerd dat je bent gewonnen. Deze guy chillt dus een week met mij en nog allemaal andere YouTubers in huis. Samen met nog een andere guy die geen YouTube doet. Ben je klaar voor? Zeker. Hij is echt fucking goed in Call of Duty. Ik niet. Dankjewel. Maar hij is wel gewonnen toen hij met mij in team zat. Dat is wel lekker close dit. Zo mooi. Mag nog closer.
I got you. Hey, goed gedaan. Martijn, je was aan het slapen. Waarom ben je er ineens? Hoe ben je ineens gespouwd? Ik hoorde je akelige stem. Ik dacht, nee, dan moet fuck ik pas weer filmen. Fuck you, dude. Opdonder, gaan we weer vechten. Opdonder. Yo, Snoop Dogg, waarom ben jij niet... Wat is er gebeurd? Too high, nigga. Oh shit. Kijk, deze guy mocht van mij ook gewoon meekomen naar het huis. Ik bedoel, er is Snoop Dogg, X Wiz Khalifa. Ze moesten door een voorronde komen. En er zaten daar gamers, echt, ik meen het, die 47 om 1 gingen. Ze sprongen door die map op Call of Duty. Dat was echt gewoon met wallruns en shit. En dan sprongen ze en brrrr. Nou, dat kan deze guy niet. Hey, Snoop Dogg. Snoop Dogg is standaard high. Die guy was daar. Snap je dat? Skateboard je ook of niet? Ja. Ik heb het niet tegen jou. Oh. Ik zie dat je Thrasher mutsen hebt, Thrasher. Ja, kijk, hij doet skaten en zo. Skateboard ja. Jij moet zeg maar gewoon ja. Ja, oké. Ik heb maar skateboard mee. Wil je game of skate? Game of skate. Ja, ik ben niet goed of zo. Ik kan dus niks. Dus skateboard niet. Jawel. Echt wel. We zijn wacht. Kom maar. By the way, dat hem dus hard of niet. Ik vond hem zo dik. I had to wear it. Na die dingen ben ik gewoon in Amsterdam. Na die dingen zijn het gewoon chillings in Amsterdam. Ik weet niet of ik daar iets van gefilmd heb. Ik weet niet of ik daar iets van ga filmen. Het is moeilijk. Dames en heren, het is moeilijk. Ik vind het moeilijk om hier een voorspelling over te doen. Waarschijnlijk ga ik elke dag naar Amsterdam gaan. En waarschijnlijk weer niet weten waar ik slaap elke ochtend. Dat ik elke ochtend weer een slaapplek moet zoeken met Martijn. Dan end ik up bij Calvin of zo. En dan slaap ik bij Calvin op zijn bank. Ik meen het, even zet de camera uit. Geef fucking paella. Paella. Normaal. Oh, dit is paella. We willen gewoon een lekker bekje. Nee, ik heb geen honger. Oh, nee, ik heb echt ook niet echt honger. Ik heb een nieuwe jas gekocht. Okay. En ineens random plot twist, we gaan naar Drake vanavond. Ja, trouwens. Oh ja. Drake, gratis. Wil je in de video van Ace zitten? We gaan naar Drake. We're going to see Drake tonight. Oké. Okay. He's my cousin. No, it's not. He is. Hey, nog heel kort, als jullie iPads of MacBooks willen, volg me op Instagram. Ik weet het niet, wow, dit is moeilijk. Het is altijd makkelijk als je zo'n paar geplande activiteiten hebt, maar... wat zou ik nog doen in Nederland? Wat ga ik nog allemaal doen? Seks gehad met de hoeren en de walletjes. Heb ik daar iets van gefilmd waarschijnlijk niet? Ik weet het niet, oké? Als ik nog dingen heb gefilmd, dan toon ik ze nu. Ik heb geen flow idee wat ik ga doen. Ik moet nu mijn koffer maken. Have to go, guys. Have to go on a vacation. I see you guys next week on the YouTube. Ah. Hopelijk gaan jullie niet dood en dan subben er niet te veel mensen omdat ik een week niet upload. Have a great vacation.